Tsunami betekent havengolf. Een golf waarvan pas in de haven duidelijk wordt hoe groot die is. In deze video wordt uitgelegd hoe een tsunami ontstaat. Een tsunami ontstaat door een grote schok in de zee. Dit zal meestal een zeebeving zijn, een aardbeving waarvan het epicentrum in zee ligt. Vooral bij subductiezones komen dus tsunamis voor, want hier heb je veel zware aardbevingen onder de zee. Vooral de zogenaamde Ring of Fire is berucht vanwege de kans op tsunamis. Een andere manier waarop een tsunami kan ontstaan is doordat er een aardverschuiving is en een enorme hoeveelheid puin in de zee stort, zoals bij het instorten van een vulkaan. Op deze manier ontstaat een schokgolf die tot wel 800 km per uur beweegt. Op zee is de golf voor mensen nauwelijks merkbaar, maar hij kan wel worden gemeten door satellieten. Omdat het water zich bij een tsunami over de hele diepte van de oceaan voortbeweegt, moet al dit water worden verplaatst. Als de golf een kustgebied bereikt, dan wordt al dit water enorm afgeremd. De golf beweegt langzamer, maar hierdoor wordt het water als het ware in elkaar gedrukt en neemt de hoogte van de golf opeens dus enorm toe. De afstand tussen de golven, de golflengte, neemt dus af, maar de hoogte van de golf, de amplitude, neemt toe. Let op, een tsunami ontstaat dus niet omdat de golf zich gewoon voortbeweegt over land, maar omdat deze wordt afgeremd en daardoor in de hoogte stijgt. Vooral een baai is op dat moment een gevaarlijke plek, omdat het water geen andere kant op kan en een tsunami zal vooral daar dus veel schade aanrichten. Een tsunami kan in uitzonderlijke gevallen wel 30 meter hoog worden. Als eerst het dal van de golf de kust bereikt, dan trekt het water zich eerst tot honderden meters terug. Mocht je dit meemaken, vlucht dan direct naar een hoogpunt in de omgeving. Tsunami is dus het Japanse woord voor havengolf, omdat deze golf pas zichtbaar is aan de kust en omdat dit soort golven dus vaak voorkomen rond de grote oceaan, zoals Japan.